Deze keer een hele leuke tip, een soort huwelijk tussen Facebook en WordPress. Ik behandel de vraag van hoe krijg je nou zo'n mooie chatknop op jouw WordPress-site vanuit Facebook Messenger. Dus als je hierop klikt, kan ik hier een berichtje intypen en als klant zijnde. En dan krijg jij hem als bedrijf via op je mobiel binnen of op je computer via Facebook Messenger. En het mooie van alles is, het is helemaal gratis. Ja, hoe krijg je nou zo'n mooie messenger chat functie op jouw WordPress site? Nou, je gaat naar de achterkant van je WordPress site, dus in je dashboard, je ziet het staan. En dan ga je vervolgens naar plugin en je selecteert nieuwe plugin. Nou, nu ga je naar zoeken naar messenger. En als het goed is zie je daar het messenger chat vanzelf tussen staan. Dit is een Messenger Custom Chat. Hij is van Facebook. We gaan hem installeren. Kijk, je ziet ook andere erbij staan. Maar die zijn niet van Facebook zelf. Dus dan weet je ook dat het gewoon goed zit. Activeren. Zoals je dat eigenlijk altijd met alle plugins doet. Ja. En dan gaan we eens even kijken. Als het goed is staat Messenger, hè, was het. Messenger Custom Chat. Die staat er gewoon tussen. En hier zal die ook ergens tussen staan. Hier onderin, Customer Chat. Hier moet je even onderop klikken. Als je hem hebt geïnstalleerd, staat hier tussen. Want nu kun je hem configureren naar jouw smaak. Nou, getting started. Hoppakee. En wat je nu kan doen, kijk, nu zie je dat er een andere pagina wordt geladen. Je selecteert de pagina waar het om gaat. En ik wil hem gebruiken voor mijn trainingspagina. Dus doorgaan. Dan zeg ik volgende. Ja. En dan wil ik hem naar Nederlands. Oké. Wijzigen. Hoe kan ik je helpen? Oh, sorry. Hoe kan ik je, en dan natuurlijk, we zijn helden, heldhaftig helpen. Nou, is leuk. Opslaan, dus je kan de groet meteen aanpassen. Dat zul je dadelijk ook zien hoe het eruit ziet. Gaan we naar volgende en hier kun je een reactietijd instellen. Ik doe hem gewoon automatisch, maar je kan ook een belofte doen dat je direct reageert of binnen een uur. Kijk, het mooie nu is dat als mensen met hun mobiel onderweg zijn en ze kijken op je website, ze hebben een vraag, krijg jij hem ook meteen via je mobiel Messenger binnen. Dus je hebt direct contact met de klant zonder dat je daar heel veel dingen voor hoeft te installeren. Want als je, ja, ik denk wel dat jij al Facebook Messenger gebruikt, zo niet is dat zeker een aanrader. Maar daar ga ik nu wel even vanuit tijdens deze tip. Vervolgens kun je de kleur aanpassen van dit dingetje. Dus laat zeggen dat ik hem heldhaftig rood wil hebben, kan dat. Of ik kan hem aanpassen met een kleurcode. Maar dat is helemaal aan jezelf. Dus als je een huisstijl hebt en je weet deze kleurcode, kun je hem daarin invoeren. En dan pas je dat ook gewoon aan. Dus hoe leuk is dat? Nou, ik vind hem zo goed. Zeg ik klaar. Nou, hop. En dan zie je dat hij is toegevoegd. En dan zeg ik wijziging opslaan. Nou, cool. En dan gaan we eens even kijken naar mijn pagina. En ja, hier komt hij. Zie je? Dus hier zie je van hoe kan ik je heldhaftig helpen? Nou, ik wil doorgaan naar Chacarino. Ja, want ik ga mezelf. Ja, nou, het is wel heel zielig. Nu ga ik met mezelf zitten chatten. Maar waarom niet? Hi, dit is een test. Nou, ga ik eens even kijken nu op mijn mobiel met Messenger. Even kijken. Dan zul je, ik heb mijn dingen altijd gewoon uitstaan, alle pop-ups. Kijk, en ik zie meteen, hier komt te staan, dit is een test. Dus ja, het werkt gewoon heel erg goed. Super simpel. Je kan ook een foto's toevoegen. Als ik dan, hè, als gebruiker zijnde, kan ik files toevoegen, fotootjes. Ik kan een duimpje geven. Nou, gewoon super leuk. Dus dit is eigenlijk een hele snelle manier om een messenger chat toe te voegen aan je WordPress site. Kijk, hier staat het weer mooi in. Nou, succes ermee.